Significantie, daar gaat het over deze les, is eigenlijk een moeilijk woord voor nauwkeurigheid. Of een verschil, een belangrijk verschil. We gebruiken het woord significant niet zoveel in ons dagelijks woordgebruik, tenminste ik niet. En heel af en toe hoor je het wel eens een keer langskomen. Dan zegt iemand, dat is een significant verschil. Ja, als de hele klas, als je twee parallelklassen bijvoorbeeld hebt. De ene klas heeft een 5,5, de andere heeft een 5,6 gemiddeld. Dat is niet echt een belangrijk verschil, een verschil dat ertoe doet, snappen we dat? Pas als de ene klas een gemiddelde heeft van een 5,5 en de andere heeft een 7,5, dan kun je echt zeggen, nou die andere klas is significant beter. Kennen we dat zinsgebruik van significant wel? Heb je dat wel eens gehoord? Ja? Dus dat is echt een significant verschil, een verschil dat ertoe doet. Dus significant is een belangrijk verschil. Wat is nou significantie bij natuurkunde? Dus ook iets wat ertoe doet, wat van belang is. Stel nou, ik meet hier de breedte van dit lokaal op en ik heb geen gereedschap bij de hand, dus ik doe dat in voetstappen. Dan kom ik er ongeveer op uit dat de breedte van dit lokaal, als ik hem uitmeet, komt op 7 meter. Veel nauwkeuriger weet ik het niet. Wat bedoel ik nou eigenlijk met die 7 op het bord? Nou, dat die in ieder geval groter is dan het getal, als ik hem afgerond had. Hij is in ieder geval groter dan het getal, 6, 9. En voor de meeste mensen is het even lastig, maar we gaan even terug naar de rapportvergaderingen. Jij staat een 6,5 en dat wordt afgerond op je eindrapport een 7. Ja. Dus die 7 die kan staan voor alles tussen de 6,5 en de 7,4. Ja. Dat is de afronding van het getal. Dus als ik dus heb gemeten, dan bedoel ik dus dat mijn lokaal 7 meter breed is. Maar ik weet het niet zo heel nauwkeurig. Het is ergens tussen de 6,5 en 7,4 meter. Als ik het nou nauwkeuriger wil weten, dan pak ik bijvoorbeeld deze bordliniaal. Die is in tientallen verdeeld. En dan kan ik al iets nauwkeuriger zeggen hoe breed mijn lokaal is. Maar omdat ik hem iedere keer moet verleggen, wordt het ook niet heel veel nauwkeuriger. Dan komt hij er dus op uit dat mijn lokaal dan 7,4 meter blijkt te zijn. Tussen welke waarden ligt mijn lokaal dus nu, die grootte? 7,35. Heel goed. En wat is nou de marge? Welke van deze twee is nou dus nauwkeuriger? De onderste, ja. Die marge waar het tussen ligt is veel nauwkeuriger bij die onderste dan bij die bovenste. Hierboven heb ik gewoon een heel onnauwkeurig getal eigenlijk, een enkele 7. En die onderste is veel nauwkeuriger. Als je terugkijkt naar jouw rapport, dan klopt het ook wel aardig. Als ik tegen jou kan zeggen, jij hebt een 7,4, dan bedoel ik dus heel nauwkeurig, jij hebt een 7,4, geen 7,3. Jij bent beter dan een 7,3, maar jij bent slechter dan een 7,5. Want anders had ik je wel een van die twee cijfers gegeven. Jij bent een 7,4. Als jij een 7 hebt, dan bedoel ik, jij bent beter dan een 6 en slechter dan een 8. Maar allertussen ben jij ongeveer. Dus daar kun je ook al wel zien hoe nauwkeurig ik dus eigenlijk jouw cijfer heb bepaald. Maar natuurlijk kunnen we werken met heel veel punten op je proefwerk. En dat betekent dat ik jou dus met recht een 7,4 kan geven. Maar dat is wat je ongeveer krijgt. Bij CKV zijn ze vaak iets minder nauwkeurig. Dus je hebt een 7. Je bent beter dan een 6, je bent slechter dan een 8, maar je hebt ongeveer een 7. Snappen we dat verschil? Daar zijn ze dus minder nauwkeurig. Dus ik heb nou gieten en mijn lokaal blijkt 7 meter breed te zijn. Dus een nauwkeurigheid kan ik eigenlijk zien aan hoeveel getallen er hier staan. Dat noemen wij de significantie van een getal. Dus de significantie van het getal is hoeveel getallen of er eigenlijk staan. Dus hier staat een enkel getal, dus die bovenste heeft een significantie, als we dus gaan tellen, een significantie van 1. En die tweede heeft een significantie van 2, die is namelijk nauwkeuriger. Die heeft meer getallen die ertoe doen. Om weer terug te komen op wat betekent significant. Iets dat ertoe doet. Dus hier tellen twee getallen mee, daar telt één getal mee. Dus dat weten we nu. Wat nou als ik het omreken? Als ik die 7 meter omreken naar 7 kilometer, hoe ziet dat getal er dan uit? Hoe ziet het eruit? Nou staan er meer getallen. Maar tussen welke marge ligt die? 0,065 en
0,0065 en 0,0074. Is die marge ruimer geworden? Krapper geworden? Nee, die marge is nog steeds hetzelfde. Dus voorloopnullen doen er niet toe. Wij beginnen de significantie pas te tellen bij het eerste echte getal. En je ziet nou waarom. Voorloopnullen verruimen of verkleinen de marge niet. Dus ook deze 0,007, er staan weliswaar vier getallen lijken op bord. We beginnen pas te tellen bij het eerste echte getal. En ook deze heeft dus een significantie van 1. Stel nou dat ik het getal anders ga schrijven en ik zeg nou 7 mag ik ook gewoon schrijven als 7,0. Tussen welke marges ligt die dan? Oké, dus ik heb er nou 0 achter gezet en nu? Ja, maar wacht even, wordt die nou nauwkeuriger dan die losse 7? Ja. Ja, dus als ik er 0 achter zet, weet ik dus dat die 7,0 kan ik jou met recht geven. Als je het weer vergelijkt met een proefwerk, die 0 staat ergens voor, anders noteer ik hem niet. Deze 0 heeft geen belang, voorloopnullen tellen niet mee, naloopnullen wel, want kijk maar, mijn marge verkleint. Dus deze heeft dus weer een significantie van 2. Dus dit getal heeft nu een significantie van 2, want we beginnen te tellen bij het eerste getal en tellen vanaf daar verder.